Ik ben voor Quentin Tarantino hier. Ja, een handtekening in mijn boek krijgen. Dat is echt wat ik wil van hem. Gewoon een super raar idee dat hij hier echt staat en dat we hem echt gaan zien. En dat het ook binnen 2 seconden voorbij gaat zijn en zo. Eigenlijk wilde ik hem gaan zoeken eerst. Maar nu komen we erachter dat het ook een signature kan hebben. Dus dat doen we nu ook. Ik kwam uit kantoor en ik zie al die gekke mensen daar staan. Allemaal best wel een beetje rare hoofden. En ik denk, wat doen ze hier? Maar ik begrijp dat Quentin Tarantino hier is. Dus die gast heeft natuurlijk hier jarenlang gewerkt in een videotheek. En niemand vond hem belangrijk. En wat ik zo tof vind, is dat hij daar, ja, nu heeft hij gewoon een ontzettende comeback. Dit is gewoon revenge tot en met voor. How do you feel? I feel very happy. I'm one of the few people who got to meet him. And I told him that, you know, Inglourious Basterds is my favorite movie. And he said it's mine too. So that was a really exciting moment for me. I brought also my instrument because I play the pan flute. And the soundtrack of Kill Bill is made with this instrument. Ik ben opeens dat kleine jongetje weer gewoon. Dat je gewoon oog in oog staat met... Met de man hemzelf, de meester, zeg maar. Wat zei hij tegen je? Hello, welcome. En ik wilde een heel gesprek met hem aan gaan natuurlijk, maar had hij geen tijd voor. Ja. Voor iedereen was hij gewoon echt vriendelijk en was hij gewoon echt oprecht. Het was echt on-Amerikaans oprecht. Of hij acteert heel goed. Ja, dat kan ook. Hij kan zelf ook een beetje acteren.